Ik weet dat je veel op de social media zit. Dus Geert. Ja, Geert, ja. Ik heb het tegen jou. Ja, jij. Ja, ja. Gaan we even rustig zitten. Ja, ik moet jou even hebben. Ja, wat denk je nou? Jij hebt dus 20 jaar lang heb je alleen maar verschrikkelijke dingen geroepen. En jij denkt dat andere mensen dat maar even snel, gewoon in een paar weken, even opzij zetten en even vergeten. Nee, ja, en dat kun jij dan, kun jij vergeten, Geert? Ja, dat snap je toch wel. Ja, jij bent een slimme man. Ja, dat ben jij. Ja, dus je begrijpt dat allemaal wel. Ja, je hebt het zelf ook gezegd. Ja, ik heb de rol gespeeld. Ja, van de oppositieleider. En nu ga ik dan een beetje de rol spelen van de premier. Ja, jij denkt gewoon zo in een toneelstuk. Nee, maar zo zit het natuurlijk niet, hè. Want dit is allemaal iets te serieus, Geert. Ja, maar goed. Jij denkt dus van, dat vergeten ze allemaal en dat is niet zo. En ze vergeten ook niet wat je pas geleden allemaal hebt gezegd. He, dat jij dan zegt van, ja, we gaan even uit de EU. Wat denk jij nou? Dat je in zo'n onderhandeling zit in de formatie en dat ze gelijk zeggen, oh, goed idee, ja, top, nee, dat gaan we doen, gelijk, ja. En geen wapens aan de Oekraïne? Oh, nee. Hey, helemaal in orde, Geert. Nee, natuurlijk niet, maar dat snap jij ook wel. Geert, dat zo niet werkt. Nee, we doen even helemaal niks meer aan klimaat. Ja, oh, maar natuurlijk, Geert. Nee, jij snapt ook wel, Geert, dat niet zo werkt. En waar ben je nu dan in beland? Nou, daar zitten die VVD, die ligt dwars, die willen niet. En nou zegt de Pieter ook al van, ja, ik weet het allemaal niet. Ja, en daar in die partij, daar zijn ze ook al niet voor om met jou samen te gaan. En luister nou, jij hebt 1,5 miljoen stemmen erbij gekregen die je altijd normaal al had. Mensen die weten dat allemaal niet, al die dingen van jou. Sommige dingen die je allemaal geroepen hebt, zeker niet over klimaat en de EU en Oekraïne, weten ze veel. Die hebben gewoon op jou gestemd, die mensen, omdat jij ze hoop hebt gegeven, Geert. Jij hebt ze hoop gegeven op verandering. Jij hebt tegen die mensen gezegd, ik ga wat doen voor jullie. Aan de armoede. Dat heb je tegen ze gezegd. En ik ga ook wat doen aan een asielbeleid. Dat heb je tegen die mensen gezegd. En dat hebben ze in hun oren geknoopt. En die hoop dat die verandering zou komen, die hoop, die heb je ze gegeven. En nu zegt iedereen in Den Haag, ja, nou, de bal ligt nu bij Geert. Nou, pak hem op. Geert, pak die bal op. En blijf aan de bal. En laat niet die anderen beslissen voor jou. Dat VVD en Pieter gaan uitmaken wat er gaat gebeuren. Nee, jij moet nu aan de bal blijven. Dit is het moment, Geert. Want jij hebt Pieter nodig om ooit te kunnen regeren. Anders gaat het hele feest gewoon totaal niet door. Dat snap jij ook, dat weet jij ook. Dus laat dit nou niet voorbij gaan. En ga niet achterover zitten en een beetje verontwaardigd zitten doen van, ja, maar zij moeten mama in gesprek komen met mij. Nee, dat ga jij dus niet doen, Geert. Nee, jij gaat nu aan de bal, je neemt het voortouw en jij gaat achter die Pieter aan. En jij gaat tegen die Pieter zeggen, ja, luister, natuurlijk ga ik dat allemaal niet doen. Niks, vergeet dat verhaal van die EU en die Oekraïne en het klimaat. Dat heb ik allemaal nooit gezegd. Het gaat niet door. Ik wil armoede en asiel en noem het allemaal maar op. En dan ga je gezellig eten met die Pieter en dan ga je dat regelen. Zorg dat de boel weer in beweging komt en dat gewoon wel gaat lukken. Want op deze manier wordt het een puinhoop en ga je ook al die mensen die op jou gestemd hebben, die ga jij dan teleurstellen. Ja, want die worden dan weer aan de kant gezet, zoals in het verleden. En dat, Geert, nee, Geert, dat ga jij niet laten gebeuren.